Mijn naam is Caroline de Gruyter en ik zit in Wenen voor de krant al twee jaar. En daarvoor ben ik 10 jaar in Brussel geweest. Ik heb in Genève gezeten en in Palestina. Ik denk als je de Oostenrijkers vraagt wat het allerbelangrijkste is wat ze hebben gehad het afgelopen jaar, dan is dat waarschijnlijk toch wel het Songfestival geweest. Dus mei 2015. Ik was om te beginnen helemaal niet eens in Wenen. Ik zat in Luxemburg. Ik schrijf eigenlijk meer over de Europese Unie en Europese onderwerpen dan over Oostenrijk. Maar voor de Oostenrijkers is het Songfestival geweest. Iets wat Oostenrijk heel erg typeert, dat is de ligging. Hè? Want ze liggen tussen Oost en West. En de Russen zijn daar ooit vertrokken op voorwaarde dat ze neutraal zouden blijven in de jaren 50. Dus ze zijn heel bang voor de Russen. Oekraïne ligt dichter bij Wenen dan Zwitserland, dat besef je eigenlijk nooit. Maar dus bijvoorbeeld in mijn straat, daar wonen allerlei mensen uit Oost-Europa. Er worden alle talen gesproken. En op een dag hoorde ik zelfs Frans. Dus toen ben ik eens met die mannen gaan praten. Het waren allemaal mannen met plastic in hun oor. Dus ik dacht, die werken voor een rijke man. Toen bleek dat een van de grootste oligarchen van Oekraïne, toen president Janukovic Kiev is uitgevlucht, is deze man naar Wenen gevlucht, net als een heleboel andere Russen en Oekraïners doen op dit moment, om het conflict te ontlopen. Dus het bleek dat het Franse Vreemdelingenlegioen deze man nu in een groot huis in Wenen aan het bewaken is. Nou, dat vond ik toch wel typerend voor die stad.